beste en slechtste eigenschappen van jou en je partner? Laten we beginnen met mij. Want ik kan er wat van hoor, mensen. Hi, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een super leuke nieuwe video. Want vandaag heb ik een Q&A voor jullie. Get to know me. En jullie hebben allemaal super leuke vragen ingestuurd en die ga ik beantwoorden, dus blijf vooral kijken. Topje is van AliExpress en linkje plaats ik hieronder, zodat jij deze leuke top ook kan. Als ik deze video begin, stel ik me kort voor. Ik ben Tania, ik ben 26 jaar jong. Ik word ook vaak Taniek genoemd, Tani, Taan, ja, afkortingen Taniek, omdat mijn Instagram naam zo heet. Maar ik heet gewoon Tania. Hoezo heet mijn Instagram zo? Taniek, Tani werd ik altijd genoemd als bijnaam. En NK zijn de beginletters van mijn achternaam, dus Taniek. En ik ben Ghanees. En ik ben geboren in Parijs, maar ik kan geen Frans. Ik heb een partner. Ik werk fulltime. En daarnaast ben ik beginnende influencer. Ik heb de vragen erbij gepakt. Ik heb ze allemaal opgeschreven op mijn telefoon. En die ga ik met jullie delen. Vraag nummer 1, dat is, als je nog één dag te leven hebt, wat zou je dan doen? Wauw, dat is echt een goede vraag. Ik denk dat ik al mijn dierbaren bij elkaar zou halen. En een grote feest zou geven. Een onvergetelijke dag zou vieren met ze. Zodat ik een soort van afscheid met ze kan nemen. Dat zou ik echt wel doen. Echt een moeilijke vraag, maar dat is wel iets wat ik echt zou willen. Gaan we nu naar vraag nummer 2. Wat zijn je hobby's? Mijn hobby's zijn muziek luisteren, dat is gewoon everything. I love music. Ik hou van outfit stijlen. Ik hou ervan om verschillende soorten items te combineren en een hele outfit daarvan te maken. Ik hou daar gewoon van, dat is gewoon mijn ding. Ik hou van koken. Ik hou van een drankje doen, uit eten. I love it. Daar heb ik me altijd voor meevragen. En ik denk dat dat wel echt... Dat wel een beetje zo is. Dat zijn echt mijn hobby's, ja. Nu naar vraag nummer 3. Waarom ben je met dit begonnen? Met dit? Ik denk dat die persoon bedoelt met alles wat ik nu doe. Dus ja, ik ben actief op Instagram, Facebook. Ik heb mijn eigen Facebookpagina waar ik alle linkjes deel en alle filmpjes, alle inspiratie. Dat zet ik daarop. En mijn YouTube kanaal. Ik ben allereerst begonnen met Instagram om outfits te delen en zo andere mensen te inspireren. Dat ging best wel goed. Ik kreeg altijd heel veel vragen van waar ik mijn items heb enzovoort. En er was zoveel vraag daarna. Ik tag het wel, maar natuurlijk kan je dan niet gelijk altijd alle items vinden op de site zelf. Toen ben ik vervolgens mijn Facebookpagina gaan openen. En daar heb ik zeg maar alle linkjes geplaatst van alle items die ik zeg maar koop. En wat ik droeg zeg maar op de outfitfoto's. En daarna ben ik begonnen met YouTube. En YouTube heb ik meer gedaan om door middel van inspiratievideo's te uploaden enzovoort. Samengevat om andere mensen gewoon te inspireren. Dat is gewoon één ding wat mijn doel echt is. Ik hou ervan om... anderen te helpen en door middel van mijn 3 kanalen die ik heb probeer ik zoveel mogelijk inspiratie te delen. Hoe vinden mensen hun inner beauty? Want dat helpt bij leuke kleding. Hoe doe jij dat? Wauw, dat is echt een goeie. Allereerst moet je eerst bij jezelf beginnen. Love yourself first. En hoe doe je dat? Hoe heb ik dat gedaan? Dat zal ik zo kort vertellen. Ik heb heel veel naar motivatie filmpjes gekeken. Ik volgde heel veel pagina's op Instagram die positieve feeds gaven. Dus positieve quotes gaven. En wat ik ook altijd deed is stickertjes plakken op mijn kast. Of op mijn bed, naast mijn bed, op mijn muren. Met positieve dingen.
gewoon zoals je bent mooi, je kan het. Zulke dingen helpen je heel erg om echt van jezelf te houden. En als je dat hebt, dan kan je ook de juiste kleding daarbij kopen. Als je je goed voelt, dan draag je er ook naar. Dus ik denk eerst dat je bij jezelf moet beginnen. En daarna kan je beginnen met de kleding. Want ik persoonlijk, I love myself. En ik heb ook van mezelf leren houden door de jaren heen. En ik ben me ook zo gaan kleden. Ik voel, als ik mijn kleding aan heb, voel ik me ook weer beter of zo. Dus ik denk dat je daar eens mee moet beginnen. Begin eerst gewoon met jezelf. En dat kan door middel van YouTube video's bekijken, positieve YouTube video's bekijken, bepaalde pagina's volgen die positieve energie geven en leuke quotes geven. Daar hou ik gewoon super veel van en dat helpt echt bij je mindset en bij je inner beauty. En als je dat gewoon hebt, dan kan je gewoon de leuke kleding gewoon kopen en dan voel je je ook veel beter. Heb je wel eens miskopen gehad bij AliExpress? Ja. Vooral in het begin had ik heel vaak miskopen. Ik ben met de jaren best wel gegroeid. Voordat ik zeg maar koop, vraag ik eerst de verkoper om meer foto's. Zodat ik het item beter kan zien. En ik kijk heel vaak naar reviews en hoeveel bestellingen er zijn. Maar ik moet zeggen, ik kijk niet meer zo vaak naar hoeveel bestellingen er zijn. Ik vraag meestal gewoon de verkoper, heb je meer foto's van de item? En dan kijk ik van oké, dit is wel iets voor mij en dit ga ik gewoon kopen. Maar ik moet zeggen, ik heb gisteren een pakketje gehad. Dat was een miskoop, want het was niet zoals de foto. Ik heb hem even hier, ik ga het even pakken. Dit is het jasje. Helemaal leuk, het jasje is heel leuk, het model is leuk. Maar de print en de stof is niet hetzelfde zoals de foto hier in beeld die ik erbij heb geplaatst. Het is heel anders dan wat ik heb gezien. Weet je, en ik heb nog de verkoper gevraagd, is het hetzelfde als de foto? En hij heeft me zo overtuigd dat ik hem heb gekocht en nu heb ik dit binnen. Ik moet zeggen, ik heb er gewoon wat van gemaakt. Ik heb hem gedragen, ik heb hem gesteld, want ik had de hele outfit al in mijn hoofd om dat jasje te dragen en een foto te maken en het op Instagram te zetten. En dan krijg ik dit binnen. Maar ja, ik kan er wel wat mee, want het model vind ik wel leuk. Alleen de print, ik twijfelde zo erg. Ik dacht echt, is dit wel de juiste kleurencombinatie? Is het wel mooi genoeg? Omdat ik gewoon heel wat anders in mijn hoofd had. Maar ik heb een geschil geopend bij AliExpress. En ik hoop dat ik een deel van mijn geld terugkrijg. Of helemaal mijn geld terug. Want het is niet wat ik wilde. Het is niet zoals de foto. En ik vind gewoon niet dat je een foto moet plaatsen. En dan wat anders moet opsturen. Weet je wel? Dat is gewoon niet wat je moet doen. Zo verkoop je niet. Dus dat, ik heb heel vaak miskopen gehad en soms af en toe nog steeds, bijvoorbeeld met sieraden. Ik kom soms van die leuke oorbellen en dan krijg ik het gewoon kapot binnen. Dat vind ik ook niet leuk. Dan kijk ik er zo naar uit. Ik kijk altijd naar mijn pakketjes uit, want I love, ik hou gewoon van pakketjes. En die feeling die je hebt gewoon wanneer je pakketjes binnenkrijgt, is gewoon onbeschrijfbaar. Weet je, dus en dan krijg je iets binnen en dan is het gewoon niet als een foto. Ja, ik baal dan heel erg. Dus ja, ik heb wel eens miskopen. Het is niet wat het lijkt. Het lijkt alsof ik altijd de perfecte items binnenkrijg, maar het is niet altijd zo. Mocht je ooit een samenwerking willen doen, met wie zou je dat willen doen? Op dit moment ben ik helemaal fan van mijn favoriete influencers Melissa Wardrobe en Janae. Haar Instagram is HighLowLux. En ik hou gewoon van hun. Ik hou van hun vibe. Ik hou van hoe ze hun outfit stylen en zo. En op dit moment zou ik het met hun willen doen. Because they are my type of people. En ik krijg door hun echt heel vaak inspiratie. Door hun kledingstijl, hun video's en hun Instagram foto's. Dus op dat moment zou ik het dan wel echt. Op dit moment zou ik het met hun willen doen. Omdat ik echt heel vaak naar hun foto's kijken en hun video's enzovoort. Ja, dat is echt de twee mensen, de twee dames waarmee ik samenwerk. Wat gaf jou de motivatie om echt te beginnen met YouTube en Instagram? En natuurlijk Facebook, want dat heb ik ook. De motivatie was echt, ik zeg je eerlijk, I just prayed about it. En God heeft me gewoon de kracht gegeven om het te doen. Want ik vond het eerst allemaal een beetje eng. Spannend,
Zou ik nou positieve reacties ontvangen of negatieve reacties? Hoe zou ik daarop reageren? Enzovoort. En ik moet zeggen, God heeft me echt de kracht gegeven om het te doen. Want ja, ik vond het allemaal eng en ik wilde het heel graag. En er werd ook vaak naar me gevraagd van, is dat niet iets voor jou? Doe het nou. Je bent zo leuk. En ik dacht, ze moeten maar eens weten hoe eng ik het vind, weet je. Maar ik heb er echt voor gebeten en nu doe ik het gewoon. Dus ja, God is the reason. Ja, echt waar. Zou je ooit internationaal willen gaan en waarom? Ik zou echt internationaal willen gaan. Ik ben nu mijn YouTube video's in het Nederlands aan het doen. Omdat ik zelf vind dat mijn Engels niet perfect is om het zeg maar in het Engels te doen. Ik ben daarmee bezig. Dus ik werk daaraan. En waarom zou ik dat willen doen? Omdat ik dan veel meer mensen bereik. En ik denk dat ik daar met wat ik doe al heel veel mensen heb bereikt. Maar daardoor meer heel veel mensen kan bereiken. Want ik heb ook gewoon Engelse, Franse, Ghanese, noem maar op, volgers. En die volgen me gewoon. Ook al doe ik het gewoon in het Nederlands. Er is wel heel vaak gevraagd, waarom doe je het niet in het Engels? Ik volg je al heel lang en ik ga gewoon naar een vertalingssite om het dan te vertalen en zo. Maar ik ben gewoon heel eerlijk. Ik wil gewoon mijn kwaliteit verbeteren voordat ik het ook echt in het Engels ga doen. Ja, ik wil wel heel erg graag internationaal gaan, maar dan moet ik gewoon eerst aan bepaalde punten werken voordat ik het echt ga doen. Ik hoop veel meer mensen, maar dat komt wel goed. Alles op zijn tijd. Bij welke designermerk zou je willen werken? Oeh. Ik denk eerlijk gezegd, voordat ik de merken ga opnoemen, ik zou niet daar willen werken, maar ik zou wel met ze samen willen werken. Dus ja, dat is wel iets wat ik zou willen doen. En ik denk dat ik met Balmain samen zou willen werken, want I love their collection. Dat is gewoon everything. Ik hou ervan. Ik hou gewoon van die eye-catcher items die ze maken. Ik ben er helemaal verliefd op. Dus dat vooral op de blazers en de toppen die ze vullen met schoudervulling. I love it. En denk Balenciaga. Ik heb heel veel designer items van Balenciaga. I love it. En Celine, waarom? Ik denk dat een van de merken is die ik als eerste heb gekocht. In mijn jongere jaren, dat is gewoon de eerste merk die ik echt kende, waar ik helemaal verliefd op was. Dus ik denk dat ik dat daarvoor ook zou kiezen. Dus dat is een hele goede vraag. Hoe zie jij jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar ben ik 31. Dan zie ik mij getrouwd, kids, eigen woning en gelukkig. Zo zie ik mezelf over 5 jaar. Helemaal leuk. Hoe vaak koop jij kleding? Ik moet zeggen, ik koop elke maand kleding. Maar jullie moeten niet denken dat ik een hele shopaholic ben. Ik ben wel een shopaholic, maar ik ben niet zo erg. Ik gebruik wel een bepaald budget ervoor. Dus gewoon een budget voor kleding in de maand. En daar ga ik niet overheen. Soms ga ik er wel overheen. Maar ik ga wel goed om met mijn geld. Dus ja, ik koop wel elke maand kleding, mensen. Wanneer willen jullie kinderen? Wanneer willen ik en mijn partner kinderen? Nou, ik ben nu 26 jaar. Als het komt, dan komt het. Zo, ja, ik heb niet echt een bepaalde leeftijd. Dat ik denk van, op mijn 30ste leeftijd wil ik een kind. Nee, ik ben 26. Als het nu komt, dan ben ik er happy mee. Dus ja. Zouden jij en je partner willen verhuizen naar een ander land? En waar? Ja, ik zou wel willen emigreren. Ik heb me nooit echt helemaal thuis gevoeld in Nederland. Niet echt waarvan ik denk van hier is echt iets waar ik mijn doelen wil behalen. Dat is niet het land waarvan ik denk dat ik hier echt kan groeien. Maar als ik zou willen emigreren naar een ander land, zal het denk ik Ghana zijn. Ja, Ghana. Of Azië. Waarom? Ghana is gewoon
mijn motherland. En Azië vind ik gewoon echt een mooie land. Altijd interesse voor gehad. Dus ik zou daar wel naartoe willen verhuizen. Tegen wie kijk je op? Tegen wie kijk je op? Nou, that's a good one. I'm gonna say God. Ja, ik kijk tegen God op. En als jullie mij volgen, zien jullie wel heel vaak dat ik... ik luister heel vaak gospel. Ik begin mijn dag met gospel. Ik deel heel vaak quotes about God. Dus ja, ik deel heel vaak quotes over God. Dus ja, ik kijk wel heel erg op naar de Heer daarover. Hoe kom jij op het idee om met YouTube te beginnen? Ik zeg gewoon, ik kreeg er wel heel veel vragen over. Ik durfde het eerst echt niet. Maar ik moet zeggen, mijn vriend, mijn partner en mijn moeder hebben me heel erg gepusht om het te doen. Ja, ik durfde het niet, maar ik had echt die push nodig van go. Go girl, you got this. Wat is iets wat je hebt geleerd in je relatie? Geduld. Ja. En doorzettingsvermogen. Ik heb heel veel van mijn vriend geleerd en hij heeft heel veel geduld met me gehad. Nog steeds heeft hij geduld met me. En ik heb ook geleerd dat je eerst een vriendschap moet opbouwen met je partner voordat je een relatie begint. En ik moet zeggen, mijn partner is gewoon mijn beste vriend en daarnaast is hij ook mijn vriend, my boyfriend. So, ik heb echt geleerd, geduld en doorzettingsvermogen. Dat zijn twee dingen die ik echt heb geleerd. Wat zijn de beste en slechtste eigenschappen van jou en je partner? Laten we beginnen met mij. Want ik kan er wat van hoor, mensen. Jullie zien alleen maar de persoon op beeld. Maar als jullie me echt kennen, nee hoor, ik ben ook een goede meid. Maar ik heb ook gewoon mijn kanten. Ik ben met de slechtste. Ik heb een kort lontje. Ik heb echt geen geduld. Ik heb echt een kort lontje. Maar ik ben wel heel caring. Ik ben echt heel caring. Als je me echt kent, mensen om me heen. Ik ben heel caring. Een hele goede jongen. Dat weet ik zeker. Hij weet alles beter. Hij is echt een bedweter. Maar hij wil altijd zijn kennis delen met andere mensen. Hij houdt ervan om mensen te helpen. En wat hij weet, deelt hij dan ook met andere mensen. Dus dat is wel een goeie. Ja. Hoe valt het nu met YouTube? Had je het anders verwacht voordat je begon? Nou, ik moet zeggen, voordat ik met YouTube zelf begon, zat ik altijd al naar YouTube video's te kijken van andere mensen. Dus ik zag wel dat je echt een dikke huid moest hebben. En dat je niet altijd alleen maar positieve reacties krijgt. En dat je geduld moet hebben. Want ja, zeg maar vaak uploaden om meer subscribers te krijgen. En meer viewers. En je moet ook gewoon de tijd nemen om op te nemen. En te editen en te uploaden. Ik had het wel onderschat hoor. Want ik dacht echt van ja, ik heb altijd de tijd om te nemen en ook te editen. Maar dat heb ik niet altijd, dus ja, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan en dat ik het nog steeds doe. En vooral, ik ben vooral blij met altijd de comments onder mijn video. Van de lieve mensen die ik niet eens persoonlijk ken, die altijd zo positief onder mijn video reageren. Daar ben ik gewoon super blij mee. Welke drie landen zou je willen bezoeken in de toekomst? Ik zou heel graag naar Jamaica willen. Singapore en Zanzibar. Daar zou ik super graag naartoe willen. Ja, dus dat staat nog op mijn lijstje. Ik heb nog heel veel landen op mijn lijstje staan, maar dat zijn wel echt de top 3 waar ik super graag heen wil. Zou je het kunnen om een draagmoeder te zijn? Wow, wow, wow. Op dit moment moet ik nog zelf kinderen krijgen, dus op dit moment niet. Maar ik denk ook dat het ligt aan de situatie. Dus ik durf niet zo snel nee te zeggen, omdat het toch wel ligt aan de situatie. Dit was mijn video. Super leuk dat jullie hebben gekeken. Vergeet niet te liken en subscriben. En te commenten hieronder. Volg me op social media. Mijn Instagram, mijn Facebook pagina en mijn Twitter. Doei!